Als beide teststraten helemaal open zijn en we alle units kunnen laten draaien, dan kunnen we 1200 testen per dag in Nijmegen doen. Dus we hebben echt een grote slag al gemaakt, maar we hebben echt nog veel meer mensen nodig om onze volledige capaciteit te benutten. En dat moeten wel echt mensen zijn met een minimale medische of zorgachtergrond. Dus mensen die in opleiding zijn, verzorgende IG, verpleegkundigen, doktersassistentes. En in opleiding is daarin ook prima. Of mensen die affiniteit hebben met de zorg en een geldig BHV-diploma hebben. Ik ben nu sinds 2 weken werk ik in de teststraat. Vind ik hartstikke leuk. Ik had mezelf aangemeld omdat ik heel belangrijk vind om een beetje bijdrage te doen aan de coronabestrijding. Ik ben medisch student. Ik zit nu in mijn wachttijd voorafgaand aan mijn co-schappen. En in die tijd gebruik ik dus om hier te gaan testen.